Als waterschap hebben we drie belangrijke taken. Veilig wonen achter de dijken. Voldoende schoon water in de sloten. En het zuiveren van het afvalwater. Dat deden we al en dat blijven we doen. Maar dat wil niet zeggen dat er niets verandert. De klimaatveranderingen, daar passen we ons aan aan. We voeren onze taken duurzamer uit en werken aan een circulaire economie. Daarom hebben we ook dit waterbeheerprogramma opgesteld. In het waterbeheerprogramma staan de doelen die wij als waterschap willen bereiken voor onze drie kerntaken: veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water en het schoonmaken van afvalwater. Daarbij zijn we begonnen met de doelen voor de lange termijn, 2050. En van daaruit hebben we teruggewerkt naar een aantal speerpunten waar we de komende 6 jaar, de looptijd van het waterbeheerprogramma, ons op willen focussen. Bij het opstellen van het waterbeheerprogramma hebben we ons eigen bestuur heel nauw betrokken, maar ook de buitenwereld heeft zijn mening kunnen geven. Gemeenten, belangenorganisaties, inwoners, iedereen heeft mee kunnen denken met onze doelen. En deze inbreng hebben we in het plan verwerkt. Daar is het een beter plan van geworden. Als bestuurder ben ik trots op dit plan. We hebben ambitieuze doelen, maar we kunnen ze realiseren. Een voorbeeld is de nieuwe Dordtse Biesbos. Dit soort projecten, daar willen we er meer van zien. Dit is een plan op hoofdlijnen, een bewuste keuze. Samen met onze partners, zoals gemeenten, agrarische organisaties en natuurorganisaties, maar ook inwoners in ons gebied, willen we de komende jaren uitvoering geven aan de gestelde doelen. Dat kunnen we niet alleen. Mag ik u uitnodigen mee te doen?